Vorige week gaf ik een website review en ik zag een reactie van, moet ik even kijken, van Scott de Jong. En Scott die zegt, ja, toffe video, althans wat een prachttips. En hij zegt, ik bied me aan, mag je met mijn site beginnen? Hij wil ook een website review hebben. Nou, wat ik nu ga doen, is ik ga zijn website review. Hier staat Scott de Jong positief leren. Ik moet zeggen, ik ben nog niet op zijn site geweest. Dus dit is echt mijn feedback, echt mijn eerste indruk. Bij de vorige site had ik al even rondgekeken, maar hier ben ik nog niet één keer op geweest. Dus ik ga even snel een video maken. Ik moet er wel bij zeggen dat ik nu op een locatie ben. Een hele exotische locatie waar het internet extreem traag is. Dus als dat het geval is, dan bij voorbaat mijn excuses. Ik heb altijd geleerd dat je nooit met een zwaktebot moet beginnen, maar ik doe het toch. Dus ik klik op zijn site. En ik kom op positiefleren.nl/blog. Dat hij langzaam inlaat, dat heb ik al uitgelegd. Mijn eerste indruk is dat er geen header is bovenin. En dat volgens mij dat hij gewoon direct begint bij blog. Dus ik ga even gewoon naar je normale site. En hij gaat direct naar je blog.php, wat sowieso een beetje raar is. Nou, dit is je sales page. Nou, eerste indruk is absoluut gaan kijken naar je opmaak. Dit is een sales page die gewoon ja, niet mooi is. En rommelig is. En ja, niet strak is. Dus je moet met zo'n headline bijvoorbeeld moet je ervoor zorgen dat die gecentreerd is. En dat die smaller is. Nu is hij heel breed, wat het heel langzaam maakt om te lezen. En hier ook, je hebt een rode headline opgevolgd door een andere rode headline. Je bent eigenlijk direct al aan het verkopen. En je moet eigenlijk, weet je, attention, dus de A. Je hebt trouwens, die headline is ook klikbaar, is ook niet handig. En vervolgens moet je naar de interest toe. Maar je bent eigenlijk direct al aan het verkopen. Je hebt het over mijn positief leren voordeelbox. Maar ja, wat je eigenlijk zegt, je benadert iemand die zegt direct kopen, kopen, kopen. In plaats van ja, echt de aandacht en de voordelen te benoemen. Dus ja, salespage qua opmaak is hier ja, echt niet mooi. Ik weet ook niet wat hier de reden van is van die grote screenshots. Oh, dat zijn je testimonials. Die moet je natuurlijk gaan vervangen met tweetemonials en goede testimonials. Dit is op zich is goed dat je dat doet, testimonials erop. Alleen ja, dat ook veel te groot en veel te uitgebreid. Dus dat moet je strakker opmaken. Nou, wat mijn eerste indruk is heel simpel. En dat zie ik heel vaak bij salespages. Een salespage, de nummer 1 fout bij verkooppagina's, oftewel salespages, is absoluut dat er gewoon te weinig tijd in wordt gestopt. En dit is typisch een voorbeeld. En ik hoop dat je mijn ongezouten mening aan kan, anders had je er ongetwijfeld ook niet om gevraagd. Maar wat je hier echt ziet, is dat veel te weinig tijd. Het is één pagina en je moet je product, als je een goed product hebt, moet je hem echt gaan verkopen. Echt gaan verkopen, echt een goed verhaal hebben. Goede opsomming van wat ze echt gaan leren van je product. Echte voordelen benoemen met bijvoorbeeld bullets. Pak in een headline, pak in een intro, bullets. Goed verkoopargument, call to action. Dat is gewoon echt de basis en dat ontbreekt hier volledig. Dus dat is één ding. En daarnaast heb je op je salespage heb je links hier staan. En die links, ja, wat je eigenlijk zegt, als je een goede verkooppagina hebt, dan wil je mensen in je verhaal krijgen. Daarom zie je ook vaak van die verkooppagina's die redelijk lang zijn. Dat komt omdat je mensen in een verhaal moet krijgen. Als je ze niet in je verhaal krijgt, ga je ook nooit de verkoop realiseren. Want ja, waarom zou ze bij gaan kopen? Dus wat je hier doet. Ze zitten eventueel in je verhaal, vervolgens klikken ze op een link en dan zijn ze weer uit je verhaal. Dat moet niet. Dus op elke verkooppagina, als je echt een informatieproduct doet, en dat heb jij hier, je hebt volgens mij een e-book, ja. Dan moet je echt de aandacht pakken en die aandacht wordt altijd afgeleid als je een link naar een andere pagina doet. Dus geen links op je salespace naar andere pagina's toe. En daarnaast heb ik, zou ik je Facebook unit zou ik er ook afhalen. Hoeft niet per se. Want elke keer als het wordt geliked, dan is weer een like extra natuurlijk. Maar het is niet echt ja, van toegevoegde waarde. De basis is gewoon op je verkooppagina moet je gewoon keihard verkopen. Of in ieder geval heel goed verkopen. Dus dat is mijn eerste indruk. Ik ga niet heel diep in op de materie van je pagina. En nog één ding over je headline. Je zegt hier, iedereen keek mij ongelooflijk aan toen ik zei dat ik die rotklas van vorig jaar zo'n leuke en positieve groep vond. En ook dat is ik heb geen idee wat je daarmee zegt. En dat is ook iets wel belangrijk om gewoon. Of eigenlijk het allerbelangrijkste van je salespage. Een pakkende headline. Waarvan mensen denken van oké, dit is dusdanig interessant dat ik het door ga lezen. Althans, dit is dusdanig interessant voor mij
om door te lezen. En als dat niet het geval is, ja, dan de 2-seconden-regel die geldt dan. Als ik niet binnen 2 seconden het idee heb van oké, ik heb hier echt wat aan, dan ga ik niet doorlezen. Dan klik ik op de vorige bijvoorbeeld en dan ben je mij als bezoeker kwijt. Dus vrouwen doen er 2 seconden over, mannen doen er 4 seconden over. Die zijn iets trager, maar zorg ervoor dat je een pakkende headline hebt. En ik hoop dat je iets aan deze tips hebt gehad. En wederom, het zou een 1 minuut minute makeover worden, maar dat gaat me nooit van mijn leven lukken. Maar ik hoop dat je wat aan hebt gehad en in ieder geval succes met je website en met positiefleren.nl. Stop er tijd in, bestudeer echt copywriting en eventueel dat ik een andere keer je blog bijvoorbeeld, of iemand anders je blog bijvoorbeeld kan gaan bestuderen en je daar feedback op geven. Ik heb je nu even feedback gegeven op je sales page. Maar ja, essentie is gewoon bestudeer het en stop er tijd in. Dit straalt echt uit dat er qua verkooppagina gewoon veel te weinig tijd in is gestopt. Dus succes en tot een volgende video. Doei!